operate next time. I think we will do the search on how we can operate next time, but probably in the autumn of this year. Seeing the terrain, facilities available, accessibility and so on. We also hope the conditions will be better in the autumn. Thank you very much, Dennis. And that brings us to the end of this morning's edition of Amateur Radio Today, the English part forward on campus. But now we're going to cross over to Afrikaans in Amateur Radio in Afrikaans. Goedemorgen, en baie welkom bij Amateur Radio in Afrikaans. En ik wil er ook nog Er is niet te veel. En ik heb hier aan de plekie voor de feestval van Vera Vera. Ook hier niet, hadden jullie samen met mij. En dan vertel ons weer door baie dingen. Amateur Radio in Afrikaans, die Afrikaanse nieuwsprogram. Die Afrikaanse program, daar allemaal wat belangstel in. We kunnen niet van Amateur Radio en die soort dingen. Ons is vanmorgen veel soms vanaf ook een verzoekere. Weet jij van iemand? Wat nogal redelijk baie van mij zelf is een radio zonder dan je zo zelf niet te afdalen. Waarom de precies, dat is steeds papa Vera Vera en wil Amateur Radio in actie van. Groet ons mooi dat je nog wel wat je nog van doen hebt. Dit radio af toe,